Hallo, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Wij zijn vandaag op de tweede selectie, dressuur en springen. Wij zijn al eventjes hier, we hebben net al wat gekeken. En we gaan nu eventjes betalen. En dan kan ik nog eventjes wat kijken in het L. En daarna gaan we opzadelen. Ik start vandaag in het L en het M springen. Omdat de vorige keer natuurlijk niet zo goed ging in het M, heb ik besloten eerst een rondje L te doen voor het vertrouwen en dan een rondje M te gaan. En dan heb ik vanmiddag nog dressuur, dus nu eerst springen en daarna dressuur. Heb ik echt al heel lang niet meer gedaan. Ik kan me niet meer herinneren de laatste keer dat dat zo was. Maar ja, we gaan er gewoon voor en ik heb er heel veel zin in. Au, 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 niet doen. Kom, kom, kom. Flame, kappie. Kom, flame. Nou, heel knap gefocust. Hoor. Nee, hij is niet gefocust. Focus op de flame. Ja, dat is goed. Heros is nu uit de trailer. En Marinka die heeft Kappie er ook al uitgehaald. We hebben net parcours gelopen voor het L. En het M en het Z is gewoon hetzelfde parcours. Ja, en nu ga ik eerst even mezelf omkleden en dan Heros opzadelen. Mijn vader doet nu kalkoenen draaien en ik ben even mijn spullen aan het klaarleggen. En mijn mooie nieuwe peesbeschermers. En deze heb ik ook nog maar één keer omgehad bij hem. Mooi nieuw setje. Helemaal blij mee. En hij heeft een beetje een rare bobbel in zijn voorbroek. Maar het komt omdat ik zijn knotje eruit heb gehaald. Want eerst wou ik een orange op doen, maar daar is het echt te warm voor, vind ik. Dus is dat eruit gehaald. Nou ja, Goed zo, stap maar. Scherp. Met de pony Heros BK. Op tijd de pony Heros B. Doe de hand. Hou hem fijn. Ontspannen. Je hebt net mijn springrondje kunnen zien en ik ben nu weer klaar met springen en daarachter staat Heros. Misschien is het beeld een beetje wiebelig, want ik tril, heb ik altijd na het rijden. Maar ja, het L-rondje waren we foutloos, maar ik had besloten niet de barrage te rijden om zijn energie een beetje te sparen. En toen in het M hadden we een balkje. Heros was natuurlijk al fijner dan de vorige keer, want de vorige keer toen... We waren uitgeweld, maar nog steeds was hij niet helemaal fijn.
Maar ik reed ook niet echt goed. Hij was nog steeds wel echt heel braaf dat hij sprong, want ik had echt 20.000 misafstanden. Maar ja, soms denk ik wel echt van, nou, misschien kan ik beter gewoon dressuurruiter worden. Al kan ik dat ook niet, want dat springen, daar bak ik echt niks van. Maar ja, ik ben nooit tevreden en het gaat al wel weer beter dan de vorige keer. En ik hoop dat dan de derde selectie gewoon nog beter gaat. Maar ja, het is niet zoals ik wil in ieder geval. Ik heb Heros even afgesponst. Ik weet niet of je het goed kan zien. Ik zie heel weinig op mijn speelscherm omdat de zon echt heel fel is. Maar hier even met wat water. Zodat ze zweet even weg is, want het is natuurlijk echt super warm. En hij heeft ook echt al een hele emmer gedronken. En we moeten nu ongeveer nog 3 kwartier wachten totdat we kunnen gaan opstalen voor de dressuur. Dus dan is hij gewoon weer lekker opgedroogd en uitgerust. En dan gaan we er weer voor. Wij zijn nu aan het opstalen voor dressuur. En dat is Kappie die nekt. En ik heb besloten geen jasje aan te doen met dressuur, want het is echt veel te warm daarvoor. Dus ik hou gewoon mijn blauwe blouseje aan, vind ik wel mooi. En wel gewoon natuurlijk met dressuurcap. En ik heb mijn knot ingedaan. Mijn broek verwisseld. Jammer genoeg heb ik niet iets van vet mee voor mijn laarzen, want dat doe ik altijd zodat ik goed met mijn benen zeg maar in het zadel kleef, maar dat ben ik vergeten. Ruim een keer naar voren. Niet erg. Wij zijn nu klaar met de dressuur en Heros staat ondertussen op de trailer. Hij heeft zijn kalkoenen ook natuurlijk al uit, maar zijn knotjes nog niet. Ja, de dressuur was natuurlijk gewoon best wel moe geworden van alles. Dus hij was wel wat hangerig, maar niet heel erg meer dan normaal. En hij was wel heel fijn aan mijn been. En op zich ben ik wel heel tevreden en hij keek niet naar de hekjes of naar de auto. Daar is hij ook heel erg in vooruit gegaan. Dus eigenlijk ben ik wel tevreden. Nou, waarschijnlijk kan ik niet bij mijn prijsuitreiking of mijn protocol ophalen zijn, want Marinka die moet snel weg.
Dus dat is echt wel een hele grote teleurstelling, want ik vind het altijd wel leuk. Maar ja, wij gaan dus nu naar huis. Wij zijn op stal aangekomen en we hebben Marinka trouwens afgezet bij de trein. En ik ga nu Heros en Chappert uit de trailer halen. En dan mogen ze nog even op de bij. Ja. Heros die wordt nu eventjes zijn knutjes uitgedaan. En ik heb hem net even afgespoeld. Daarom staat hij ook op de wasplaats. En dan kan hij zo meteen weer op, zijn wei, op de wei bij zijn vriendjes. Hij is nu nog eventjes, zijn ze, klotten er wel uit. En ik heb het nog eventjes helemaal met water afgespoeld. Want er zat braided up in. En daardoor worden ze maan echt super plakkerig. En dat is echt super ranzig. Dus dat heb ik er even uitgehaald. En nu mag die bij Grain op de wei. Gezellig. Ik weet nu ondertussen ook mijn punten. Want Bianca is zo lief geweest om die even door te appen. En mijn punten zijn 201,5 volgens mij. Dus dat zijn echt toppunten. Ik ben er ook echt wel heel tevreden over. Ik had niet verwacht dat het zo hoog zou zijn. En met die punten ben ik tweede geworden van de L2. Ik weet niet hoe de uitslaglijst eruit ziet. Maar ik denk dat, dat het weer hetzelfde is. Zeg maar het meisje dat vorige keer ook eerst was, nu weer eerst is. Maar ja, dat is natuurlijk eigenlijk heel goed. En ik ben heel tevreden over mijn protocol ook. Want er is wel echt heel netjes gejureerd. En voor de dingen die goed gingen heb ik ook gewoon een 8 gekregen. Of een 7,5. En voor de dingen die slecht gingen heb ik wel een 5 of een 6 gekregen. Dus nou ja, dat is wel gewoon fijn. Want daar heb je ook echt wat aan. En ik ga nu met mijn moeder op weg naar huis. Nou, die maand voor de tweede keer L2. En dan 201 punten rijden. Dat is wel goed, hè? Het is wel echt heel knap, hoor, voor jou. Ga je dit nou filmen? Ja! Wat voor? Voor mijn vlog! Nee! Jawel! Maar ik ga nu de video eindigen. Ik hoop dat je het leuk vond, deze video. Als je het leuk vond, laat eventjes een duimpje omhoog achter. En comment ook nog eventjes wat leuks hier beneden. En abonneer ook zeker eventjes op mijn account. Dat zou ik heel erg waarderen. En bedankt voor het kijken, zoals ik net al zei. En dan tot de volgende keer. Ik neem jullie ook weer mee op de derde selectie, dus daar kan je naar uitkijken. Doeg!